Hallo, het is zover. Ik ben vandaag precies 6 weken zwanger. Op zaterdag is altijd de wissel, dat is heel leuk. Dan kan je ook in de apps weer alle nieuwe info lezen en zo. Ik heb echt al een keer alles bekeken tot het einde, maar je vergeet het toch weer. Het leuke is dat vandaag, vanaf week 6, dus het kan natuurlijk al een paar dagen eerder later. Maar eet het kindje dus ook, of krijgt het kindje dus alles binnen via de navelstreng. Volgens mij kreeg het eerst alles binnen via een dooierzakje. Dus Ha en ik hadden het erover. Toen zeiden we ook van, maar hoezo is het dan bijvoorbeeld schadelijk als je, ik weet als je bijvoorbeeld zalm eet en er zitten bacteriën in, dan is het gevaarlijk voor de moeder. En dat is dan weer gevaarlijk voor het kindje. Maar bijvoorbeeld alcohol is slecht voor het kindje. Dus wat als je alcohol drinkt? Niet doen, maar gewoon een vraag. Wat als je alcohol drinkt voordat die navelstrengverbinding er is? Krijgt het kindje het dan binnen? Dus ik vond het wel interessant. Ik kon het nog niet echt vinden op internet. Maar wat ik nou vertel is dat precies op deze dag bij 6 weken ik dus kotsmisselijk ben. Alles komt ook omhoog wat ik heb gegeten. Eten werkt niet. Ik heb weer chia havermout gegeten. En deze jurees en broodjes met geitenkaas. Harde geitenkaas, dus toen ben ik gaan sporten net. De laatste keer dat ik was geweest was zondag. Nu is het zaterdag, dus de hele week niet gegaan. Ik was eigenlijk vorige week, halverwege de week, weer energiek. Volgens mij. Tot halverwege deze week. En nu ben ik eigenlijk weer heel moe. Dus ik ben ook heel lui geweest deze dagen. Sinds ja, donderdag of zo. Ik ging laatst in Zoetermeer naar de stad lopen. Terwijl ik dus niet genoeg gegeten. Dat ik echt dood ging, zeg maar. Ik werd helemaal duizelig. Helemaal gek. Ik moest eten. Ik moest drinken. Misschien had ik dat al verteld. Weet ik niet. Maar nu is het echt, de misselijkheid is wel real. Ik moet zeggen, het is wel nog misselijkheid die ik wel eens vaker heb gehad als ik misselijk ben. Ik heb wel eens dat ik misselijk ben. Maar tijdens het sporten ook. Het was echt heel heftig. Ik had op zich wel mijn kracht. Maar sowieso heel snel buiten adem tijdens het lopen. Heel snel bezweet. Hoofdpijn of zo heb ik niet echt. Het is ook warm buiten hoor, maar ik zat ook te denken dat ik het zo chill vind dat ik dan deze maanden zwanger ben als het allemaal goed gaat. En dus in april ben uitgerekend en dat ik dus de ergste hitte dan nu even heb. Maar daarna, als je beter voelt in het tweede trimester, is het misschien ook niet meer zo heet. Kan je gewoon lekker trainen. Laatste trimester kan ik dan misschien ook lekker trainen, dan is het winter. Lijkt me wel chill. Of nou, lente. Winter en lente. Maar heel erg misselijk. Echt. Oh ja, en de neus. Gewoon precies vanaf vandaag. Ik ruik altijd al heel goed, dus ik had iets van, nou, misschien krijg ik dat wel helemaal niet, wat iedereen zegt, dat sterke geuren, want ik ruik altijd al extreem goed. Maar ik ruik overal de kattenbak. Heel stuurde net ook heel schattig, jij mag de kattenbak niet meer verschonen. Klopt, maar ik heb iets van, ja, hij is er niet vaak, dus ik moet het toch wel doen. Maar net, ik kon het niet, ik wil voor ik op vakantie ga donderdag, wil ik de kattenbak helemaal weer verschonen. Maar ik vind het zo stinken. En gisteren was het meisje dat op de kat gaat, de poesie gaat passen, was hier en die vond het niet stinken. Toen dacht ik nog, misschien ligt het aan mij. Maar ik heb dat zakje van de kattenbak nog verschoond toen ik naar Zoetermeer ging dinsdag. Het is nu zaterdag, dus op zich zou het nog niet heel erg moeten stinken. Maar ik kan het echt even niet verschonen. Dus dat ga ik dan morgen wel doen. Hopelijk als ik al minder misselijk ben. Maar het is zeg maar, het is niet dat ik moet kotsen. Ik denk ook dat ik niet echt ga kotsen ofzo. Maar meer dat als ik nu even iets inruik, echt diep inadem of iets eet, dan denk ik dat ik echt moet overgeven. Ik had nog een soort van random ding op internet besteld op een of andere vage website. Dat kwam net binnen. Dacht in mijn brievenbus. Dit is volgens mij een soort hydrofiel doekje. Heel schattig. Nee, dit is denk ik niet hydrofiel. Ik weet niet. In ieder geval een babydoekje met een touwtje eraan. Dit is echt een heel random website waar ik gewoon even wil kijken. Slabbetjes. Terwijl ik wel denk, heb je dit al nodig? Nog lang niet, denk ik. Maar ik kwam dit gewoon voor heel goedkoop tegen. Toen dacht ik, oh, cute. Ik ga hier ook echt niet meer van kopen. Ik was ook gewoon een beetje benieuwd naar de kwaliteit. Maar ik vind het wel heel mooi. En zo'n tissuehouder. Die zie je ook overal. Je hebt ze ook heel duur. Deze kan je ook zo ophangen. Wat doe je tissues hier dan in? Oh, met een rits. Is toch leuk? Waar je van die natte doekjes in doet. Ik ben benieuwd hoe dik pak hierin past. Maar ik hou heel erg van die water wipes. En ik denk dat die hier wel in passen. En? Oh, nog één. En nog één. Al wel heel schattig hoor. Ik vind ze wel echt heel cute. En iets heel leuks, want ik zat dus te bedenken wat voor leuks ik aan heel cool geven. Hij houdt niet zo van cadeautjes en dingen, maar ik vond dit wel echt heel erg leuk. Namelijk, ook leuk om een foto mee te maken. Niet echt leuk voor de review op Instagram, denk ik. Maar misschien ook weer wel. Het is een beetje, het is wel een leuke, een beetje nonchalante manier om het te vertellen op Insta.
Want Hill heeft echt een pesthekel aan cheesy of overdreven dingen. En überhaupt houdt hij niet van social media. Misschien is dan de foto zo wel leuk. Dus noods gewoon dat we hem aan de achterkant dragen of zo, ik weet niet. En Dad. Hij is natuurlijk al vader. Ik ben nog geen moeder. Staat hij nou een beetje leuk? Nou, hij zit prima. Ik vond die zwarte eigenlijk ook wel leuk, maar... Is toch leuk? Dit is ook grappig om hem een beetje te geven. Ja, dat zal ik niet filmen, want hij houdt er gewoon niet van. Maar op een beetje zo'n nonchalante manier. Maar van, hey, ha, ik heb een petje voor je gekocht. Zo. Het is niet heel, het zit niet heel lekker. Het drukt een beetje hier in je hoofd, merk ik. Maar wel grappig, toch? Ik vind die zwarte leuker staan bij mezelf. Ik denk dat die rode leuk bij hem staat. Mom, dad. Nou, vond ik superleuk. Ik had nog meer dingetjes besteld. Een soort van krasloten voor vrienden. En als je die dan krast... Ik zit heel erg omhoog. Kijk, ik zie er echt stoned uit. Als je die dan krast, dan staat er bijvoorbeeld iets van baby of zo. Om het aan vrienden te vertellen. Of een wijnlabel waar dan op staat... I can't drink this. Ik zie er echt wel... Ik zie er nu moe uit, maar niet slecht of zo. Ik vind ook... Oh, het slapen gaat gewoon weer goed. Sinds ik bij Hill sliep dinsdagavond ging het goed. En hier thuis gaat het ook goed. Prima. Niet anders dan normaal eigenlijk. En... Ja, ik ben gewoon doodmoe. Maar ik ben sowieso gevoelig voor moe. Want toen niet zwanger was ik ook vaak moe. Maar dit is wel next level. Het liefst kijk ik de hele dag alleen maar Game of Thrones op de bank. Ik ben ook heel blij dat ik precies deze pittige eerste weken tijdens mijn vakantie heb. Want ik kan gewoon genieten van mijn vakantie. Als je moe bent, kan je gewoon van je vakantie genieten. En als ik iets leuks doe, merk ik dat ik ook wel me eroverheen zet. En dan moeheid minder voelt dan als ik alleen thuis zit. En nu kan je het gewoon eventjes je lichaam gewoon rust geven. En als je moest werken, is het toch anders. Dus ik ben blij met de timing. Ik ben ook heel benieuwd wat er met mijn haar gaat gebeuren. Want het schijnt toch in je teletrimester zo voller te worden. Ik heb al vol en lang haar. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ook naar hoe het gaat uitvallen uiteindelijk als je bevallen bent en zo. Wil ik verder nog iets zeggen? Ja, ik ben nog steeds niks aangekomen. Dat is natuurlijk ook wel normaal. Maar ik probeer daar gewoon heel erg voor te waken. Want ik heb al overgewicht. Dus ik wil gewoon... Niet meer dan het nodige aankomen. Maar ik doe het wel gewoon gezond hoor. Ik eet super gezond. Het is niet dat ik minder eet. Maar ik probeer wel gewoon heel bewust op te letten. Dat ik zo lang mogelijk niet aankom als het nog niet nodig is. En als het erbij hoort, is prima. Dan was dit weer de update van 10 augustus. Mijn pigmentvlekken zijn trouwens ook niet erger geworden. Ik denk ook niet dat het erger wordt. Ik had dat natuurlijk al. Ja, 10 augustus. Vandaag precies 6 weken. Dus zwanger en... Ja, ja, wauw. Even iets wat ik dus nu ga eten in het teken van dit neem ik echt nooit. Wat ik dus doe, ik voel nog niet heel erg waar ik behoefte aan heb, maar dan ga ik bijvoorbeeld naar de supermarkt en dan kijk ik daar nu dus. En toen dacht ik moet dit als ontbijt. En dat was dus echt zo. Ik ben nu zo misselijk weer en ik ga nu de deur uit en ik weet gewoon, ik moet iets eten. Deze pet. Ik moet iets eten voor ik de deur uit ga, anders word je gek. En ik had hier zin in en het... Gisteren dacht ik dat ik er zin in zou hebben en het is dus waar. Ja. Zuivel en een beetje fruit en zo, dat is gewoon waar ik zin in heb. Grappig, mijn moeder had dat dus ook, dus het was voor mij. Dus daardoor denk ik weer, is het toch geen jongen? Dit is. Ik voel me dus echt belabberd. Ik baal er wel van. Ik hoop niet dat dit blijft of zo. Of dat als ik een kind heb, dat ik ook zo ben. Want ik voel me echt niet mezelf. En hormonen en misselijk, maar ook... ik heb gewoon heel weinig dingen plezier. Ik heb de afgelopen dagen alleen maar mijn eentje gespendeerd. Omdat ik gewoon me niet lekker voelde. En dacht, nou, ik heb nu vakantie. Dus laat ik maar gewoon in mijn eentje tijd spenderen. Ik ben toch niet gezellig. Maar nu ging ik dus even, ik ga zo naar een vriendin. En die weet dat ik zwanger ben. Die is zelf ook zwanger, dus dat is ook minder erg dan of zo. Maar, wat wil ik zeggen? Ik ben nu ook al vergeetachtig. Ik zit nu al in de auto dat ik minder goed rij en zo. Ik vind nu echt heel zielig of ik me aanstel, maar ik wil het wel gewoon even delen. Ik vind het gewoon zonde. Oh ja, ik ging een uurtje overbruggen. Maar nu ben ik een half uur te vroeg daar. Slash een uur. Ik zou tussen 12:30 en 12:30 zijn. Maar ik ging dus naar de winkels om te overbruggen. Maar ik vind de winkels verschrikkelijk. Ook, ik heb echt nul zin meer aan babykleding te kijken. Die hele blijdschap is... Ja, het eerste was natuurlijk volle blijdschap. Maar nu zijn het gewoon die hormonen en die misselijkheid. Ik zie er ook echt uit als een lijk. Ik moet echt even wat make-up opdoen. Terwijl ik juist... Het is zomervakantie, hè? Normaal ben ik nu helemaal bruin en fit. Moet je nagaan als ik dus dit nu had in de... Niet in de vakantie, maar bijvoorbeeld
echt tijdens het werken. Ik vind het pittig. En ik merk dat gisteren waren er vrienden, dan ga je gewoon door. Dan merk je het niet, maar zodra ze ook maar eens rond de deur zijn, helemaal ingestort en dus heel slecht geslapen door de hitte. Maar je voelt je vooral niet jezelf. Ik ben ook gewoon, ik merk, geen zin om een borrelplan te maken, geen zin om kleren te kijken, geen zin om echt flink te kletsen. Niets voor mijn vrolijke, energieke zelf. Bizar. Niet depressief of zo, dat niet. Ik heb geen negatieve gedachten of zo, dat helemaal niet. Maar al het sprankeltje van mezelf, dat is gewoon pleiten. Ik hoop maar dat het snel weer terugkomt, want het past echt niet bij mij. Hallo, ik takel wel flink achteruit. Vandaag ben ik 6 plus 5. En ik word met de dag misselijker. Echt, ik heb dan net myself met pindakaas gegeten. Ik doe dan gewoon mijn kastje open en dan kijk ik waar word ik niet kotsmisselijk van welke gedachten. En ik zei kiwis en een eiwitshake. Het wordt zo bijna 5 uur. En ik ben niet vooruit te branden. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb nu dus een koffie gemaakt. Ik heb niet overgegeven, maar ik zou wel kunnen overgeven, zeg maar. Ik heb echt heel veel dingen. Ik zie er ook niet uit. Ik ben heel wit. Ik kom nergens aan toe. Ik ga morgen op vakantie. Ik moet mijn koffer pakken, mijn huis schoonmaken, sporten. Ik kom echt letterlijk nergens aan toe. Zo misselijk, zo moe. Ik vind het echt niet normaal. Gisteren had ik best wel een spannend moment. Ik ging op tijd naar bed. Ik ging nog even plassen en toen ging ik dus plassen. En toen ik ging afvegen was er bruin bloed. Niet eens echt bloed, maar meer echt gewoon ja, oud bloed. Ik ken het gelukkig wel. Alsnog maakte ik me zorgen, want ik heb wel gehoord dat gewoon een beetje bloedverlies normaal kan zijn. Maar ik had niet specifiek wat over oud bruin bloed gehoord. Toen dacht ik, ga maar een keer dat verloskundige nummer bellen. Het was 9:45 en ze nam op. En die heeft me gelukkig helemaal gerustgesteld. Ze zei, ook rood bloed hoeft niet iets ergs te zijn. Kan gewoon normaal zijn, maar juist bruin bloed hoef je nog minder zorgen over te maken. Toen vroeg ze of ik al een keer eerder bloed had gehad. Ik merk als ik tegen een camera praat dat ik me wel wat beter voel. Dus als ik zeg maar hier maar een beetje binnen zit, dan rust je wel misschien uit. Maar dan voel je zo erg je misselijkheid. En als ik dus gewoon even ga praten, dan ben je wat minder gefocust op je misselijkheid. Dus ik ga zo ook wel gewoon sporten. Maar zij zei, oh, als je onder bloed hebt gehad, dan is dit waarschijnlijk oud bloed van je innesteling geweest. Want ik heb geen innestelingsbloed gehad. Dus. En het was gewoon, ja, een beetje vies. Maar niet heel veel. En het is nu ook, het zit gewoon een beetje van binnen. Maar er komt niks verder bij. Er stroomt niks. Dus ze zei, als het echt erg wordt, kan je altijd vandaag langskomen. Want donderdag is hun echodag. Maar ik woon natuurlijk een uur er vandaan. Ja, ik vind het gewoon vies. Ik hoef ook geen matcha, maar ik moet eventjes wat cafeïne. Ik heb dus iced tea. Dat gaat wel. En er is ook geen pijl op te trekken wat ik dan lekker vind. Bijvoorbeeld H denkt dan, oh, ze wil dit. Maar een dag later wil ik het niet meer. Ik hoef echt geen broodje geitenkaas meer. Gisteren had ik bij een vriendin een boterham met jam. Dat vond ik wel top. Vandaag heb ik echt nergens zin in. Maar als je wat eet, gaat meestal de misselijkheid weg. Maar vandaag dus niet. Dus ik ga dus een paar stokjes van die koffie proberen te nemen. Zodat ik even wat energie heb, maar ik hoop dat het wat positiever allemaal wordt. Verder, qua gewicht blijf ik gewoon op gewicht. Is er eerder een paar gram af. Alleen ik merk wel dat ik me heel dik voel. Juist, mijn buik voelt heel dik en heel opgeblazen. Vandaag ben ik naar de wc geweest, dus ik weet dat ik niet dikker ben. Maar ik merk wel bij mijn buik, ik bedoel, het is niet je baby, maar wel je baarmoeder, je darmen. Dat ik echt denk, geen zin om in bikini te gaan vanaf morgen. Maar goed. Ik wil niet zielig doen, maar ik kan wel zeggen, ik heb het onderschat. Niet dat je het anders niet had gedaan, maar ik had niet verwacht dat het zo pittig zou zijn allemaal. Ik ben echt niet mezelf en echt niks waard. En ik hoop elke dag alleen maar dat het snel voorbij is. Vanaf 12 weken, als die piek van HCG minder wordt, dat hoop ik echt dat ik dat ook heb. Dat ik niet alleen maar de hele dag Game of Thrones wil kijken op de bank en niks wil eten. Oké, dat was de update. Hi, misschien wel leuk om even een update te doen. Het is vandaag zondag. Dat betekent dat ik plus 1 ben. En dus 7 plus 1. Ik vind het altijd heel leuk op zaterdag. Dat ik dan in de app kan zien. Ja, wat er weer gaat veranderen. Maar ik vind het heel moeilijk. Dat ik dus mijn leven vlog. Want mijn energielevel is echt heel laag. Ik ben wel gewoon mezelf, zeg maar. Het is niet dat ik chagrijnig ben of zo. Maar ik ben gewoon heel moe. En ik geniet wel minder van dingen. Dus ik heb geen zin om naar supermarkten te gaan. Ik vind het echt verschrikkelijk. We gingen boodschappen doen. Halverwege dus. Toen we vrijdag gingen rijden in Duitsland. En voordat ik daar kon rondlopen, moest ik even een broodje kopen met gewoon cream cheese, zeg maar, gepasteuriseerd. En dat even eten. Maar het werkte niet. Ik was zo ongelooflijk misselijk.
zou ik tegen Hado, ja, de boodschappenmarkt wel, als je mij kent, het is echt mijn favoriete ding van vakantie, is naar de supermarkt gaan. Maar ook de DM drogist, had ik geen zin om lang te hangen. Ze hadden allemaal babykleren, ik trok het niet. Ik voel me gewoon misselijk. En gisteren gingen we lekker naar de watervallen. En daar voelde ik me wel echt eventjes niet misselijk, dus dat was heel fijn. Echt even een moment dat ik het niet had, een paar uurtjes, maar... Ik ben gewoon moe. Ik heb heel veel geslapen. En heb ik net weer gepowernapt. Gisteren toen we terugkwamen van de watervallen, waar we helemaal niet lang waren, ging ik op de bank weer tukken. Ik heb heel veel mensen met haar die echt heel veel doet. Echt heel lief is. Steeds koffie in de ochtend maakt. Ontbijtjes, water. Gekookt gisteren. Stofzuigen. Alle tassen tillen. Echt heel lief. En ik ben gelukkig ook niet een vervelende vrouw of zo. Dat lijkt me echt verschrikkelijk voor hem als je ook nog eens onaardig bent. Ik ben gewoon... We genieten heel erg van elkaar en heel gelukkig. We hebben het heel erg naar ons zin en ik doe minder dan ik normaal doe. Gelukkig vindt hij dat helemaal prima en ook dat ik moe ben. Mijn buik was ook gisteren, nu ook merk ik hoor. Mijn broekje past dan nog, omdat ik ben niet aangekomen nog steeds. Maar onder mijn taille, zeg maar, zo'n broekje zit er wat hoger. Voel ik wel dat het opgeblazen is. En ik las ook gisteren dat je baarmoeder nu een sinaasappel is. Dat is best groot. En daarin zit dus nu een ert qua baby. Dus ik voel wel dat mijn buik gewoon meer uitgezet al is. Maar gelukkig niet dat ik aankom. Maar ik vond het wel leuk om heel eventjes dan op te lezen wat er nu in die app stond. Het ziet er nu echt heel eng uit, die baby. Heel freaky. Echt super freaky op dit moment. Wow. 9,5 mm al. Kruin tot stuit. En qua info voor deze week... is dus dat de zwemvliezen, de handen en voetjes ontstaan, maar ze zijn nog geen losse vingers, dus het zit nog echt aan elkaar als een soort stompjes. En de irissen van de baby die de oogkleur zullen bepalen, beginnen zich te vormen net als de oogleden. Kleine tandjes ontwikkelen zich onder het tandvlees. En dat vooral. Ik heb gewoon heel weinig zin om te vloggen. Ik heb ook geen zin om dit nu te filmen. 0,0 zin in. Gewoon geen energie voor. En ik merk als ik ben opgestaan, dan binnen een uur ben ik alweer kapot. Dus dan even energie. En dan weer helemaal kapot. Ik hoop echt dat het bij 12 weken gaat afnemen bij mij. Maar sommigen hebben er langer last van. Dat was het wel. Ik wou dus dat eventjes met jullie delen. En dat er geen pijl op te trekken is waar ik trekken heb. Dus ik heb dus van die... Ik had die Vivid shakes. Nou, daar had ik na één dag al geen zin meer in. Broodje geitenkaas gehad voor echt geen zin meer in. Waar ik wel zin in heb is yoghurt. En ja, dat vooral eigenlijk. Jam. Maar het is ook geen pijl op te trekken hoor. Het is zo veranderlijk als de nacht. Ik wil echt absoluut geen vlees. Vind ik echt niet lekker. Gekookte eiergeur gaat niet, maar gebakken ei wel. Nee, ik heb niet echt specifieke dingen die ik wel of niet heel erg eet. Maar gewoon heel veel dingen maken me gewoon heel misselijk. En de gedachte aan eten ook. En... ik heb heel veel zin in zwemmen. Vandaag was het dus niet mooi genoeg weer. Maar ik hoop dat we de hele week lekker gaan zwemmen. Want daar voel je gewoon zo chill. En dan voel je volgens mij ook veel minder je misselijkheid. Maar goed. Desondanks heb ik het heel erg naar mijn zin. Ik baal van mijn energie. Maar ik ben gewoon blij met haar. En blij dat we het gewoon fijn hebben samen. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe het hele zwangerschap gaat zijn. Ik had dit niet verwacht dat het zo pittig was. Misselijkheid kan ik dan nog een soort van nog wel aan. Nou, die is wel heel rot trouwens. Nee. De misselijkheid is heel naar. Oh, het klopt echt dat je kleren strakker beginnen te zitten. Het is gewoon allemaal wat. Strak. Ik ben vandaag dus 7+3. En ik wil even als update zeggen dat ik op de ochtend na gewoon niet misselijk ben geweest vandaag. En meer energie heb gehad. Dus het lukte me dus om sla te maken. Het klinkt heel debiel, maar ik heb gewoon echt niks gedaan de afgelopen 2 weken. Boodschappen doen. Ik heb net zalm gegeten. De eerste keer vis. Behalve toen met mijn vader in het restaurant. Ze hebben wel vis gegeten. Dat je echt denkt dat ik ergens kotsmisselijk van word. Dus het zalm. Ik moet zeggen, ik voel nu ook wel een beetje iets misselijker word. Hoor. Nou, dit zijn we gegeten. Maar echt gewoon biologische zalm gegeten. 2 moten. Superveel. Je moet dus vis eten, maar het stond er niet aan. Dus... ik ben heel benieuwd of ik nu vaker me al beter ga voelen. Dat zou natuurlijk echt geweldig zijn. En anders ben ik heel blij met dit dagje. En vandaag wel een stukje gezonder gegeten, zeg maar. Als in
Nou, vis, sla en dat soort dingen lust ik echt totaal niet. Dat is goed. Hallo jongens, hier weer een update. Ik ben, het is nu dinsdag, ik ben zondagavond teruggekomen uit Zwitserland. En ik moet zeggen dat ik het wel heel pittig vind, de zwangerschap. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die gewoon heel voorzichtig zijn geweest met het uiten van hoe heftig ze hun zwangerschap vinden. Omdat ze het ook uit respect willen doen naar mensen die niet zwanger kunnen worden. En dus niet willen klagen. En dat snap ik heel goed. Maar als je mij volgt, dan weet je dat ik gewoon wel snel alles deel. Ook geklaag en dingetjes. En ik wil in zo'n eerste trimestervloeg ook wel echt het vastleggen hoe het is. Want ik ben best wel geschrokken van hoe pittig het eerste trimester is. Ik heb me natuurlijk ook niet heel erg in verdiept. Maar het valt me op dat je vaak pas in het tweede trimester hoort van mensen dat ze zwanger zijn. En dat je ze dus niet spreekt voor die tijd. Dus je moet het echt opzoeken. Bijvoorbeeld vlogs van het eerste trimester of TikToks. Om te weten hoe mensen zich voelen. Maar dan nog vind ik dat mensen best wel... Niet iedereen heeft natuurlijk kwaad. Maar mensen zijn best wel chill. Maar in alle eerlijkheid vind ik het dus wel pittig. Omdat ik gewoon eigenlijk bijna altijd moe ben. Ik ben op vakantie 2 dagen niet de hele dag moe geweest. En misselijk. Dat ik ook echt even kon genieten. Natuurlijk heb ik wel genoten, maar ik heb zeker genoten van mijn vakantie. En ik was wel altijd moe en vaak misselijk. En vandaag is mijn eerste werkdag. En de kinderen zijn er nog niet, maar ik heb een nieuwe baan. Dat is best wel spannend. We hebben vandaag een hele dag met het team, morgen een hele dag en een avond. En gisteren wilde ik eigenlijk al naar mijn werk gaan, maar ik moet nog 1 dag deel naar mijn werk. Naast die 2 en een avond. Maar ik kon het echt niet opbrengen. Ik was zo moe. Ik heb letterlijk alleen maar op de bank gelegen. Ik heb niet gesport. Alleen maar op de bank gelegen. En ik merk nu ook dat ik het opstaan is gelukkig niet pittig. Want we zijn heel vaak vroeg opgestaan in Zwitserland. Ik ben trouwens ondertussen mijn benen aan het insmeren. Zodat mijn huid niet gaat vervellen. Maar dus dat opstaan gaat prima. Maar de vermoeidheid in mijn lichaam is zo intens. Het is niet normaal. Heel heeft heel veel gedaan in de vakantie. Ik bedoel, ik kan gewoon dingen tillen, lichamelijk gezien, qua hoe ver ik ben in mijn zwangerschap, makkelijk. Maar de energie, ik wil niet in supermarkt staan, niet in winkels. Dingen vasthouden is zo vermoeiend. Hij heeft echt heel veel gedaan. Eten gemaakt en de hele route gereden. Terwijl normaal rij ik, ben in mijn eentje ook naar Zwitserland gereden, weet je wel. Dus. En ik vind het dus heel spannend om weer te gaan werken, merk ik. Ik heb er altijd juist super veel zin in. Maar nu dus minder, omdat ik dus bang ben dat het opvalt. Ik bedoel, ik kan het in principe over niet zo lange periode al gaan vertellen. Donderdag is de echo. Maar ik heb geen zin om te kletsen. Ik praat veel minder. Dus ja, je gaat natuurlijk met collega's bijpraten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Als in, gewoon, oh, ik ben zo misselijk. Ik heb ook helemaal geen zin om te vloggen. Ik doe heel erg mijn best, maar ik heb er echt geen zin in. En... ja, hoe gaat het werk bevallen? Weet je, dinsdag woensdag ga ik RT doen, dus dat is niet heel vermoeiend. Maar maandag ga ik invallen als er mensen ziek zijn. En hoe gaat dat bevallen? Dus ja, ik vind het heel spannend. En ik ben nu dus 8 plus 3. Met 8 plus 5 heb ik mijn echo. Heel spannend ook. Ik denk dat alles wel goed zit. Het enige wat ik dan gek vind is dat mijn borsten helemaal niet groter zijn. En ook niet meer zo pijnlijk. Heel licht maar. Maar ik lees dat sommige pas... na de bevalling bij de borstvoeding grotere borsten krijgen. Grotere borsten leek me wel leuk, maar het is ook wel weer chill als het niet gebeurt. Want dan heb je ook weer minder dat het slap wordt als ze weer kleiner worden. Maar ja, ik kan dus niet echt iets leuks zeggen nu over de zwangerschap. Heel eerlijk, ik niet dat ik er nu van geniet. Je hebt nog niks. Je hebt nog geen echo gehad, je weet niet of het leeft. En ja, ik geniet gewoon minder van dingen omdat ik gewoon heel misselijk ben en moe. Dus ik vind het tot nu toe niet super leuk of zo. Maar ik ben natuurlijk wel heel dankbaar dat ik zwanger ben. En ik hoop dat alles goed zit. Maar ik wou wel een realistisch plaatje geven van hoe mijn eerste trimester voor mij is. Dus ja. Dat. Ik vind dat werken ook wel lekker is voor de afleiding hoor. Dat wel. En wat ik dus vooral spannend vind is dat ik dus vakantie heb gehad. Iedereen is lekker bruin, uitgerust, fit. Meestal. En dan ben ik dus heel erg bang dat het opvalt. Weet je, je hebt elkaar zo lang niet gezien. Nou ja, het is maar 5 weken. Maar toch, dan heb ik dus het gevoel dat het gewoon heel erg opvalt dat ik dan minder spontaan ben of slomer. En dan, je hebt toch vakantie gehad. Maar mensen letten helemaal niet zo op je. Maar ik zou dat door hebben bij een ander. En dat, ja, wat moet je dan zeggen? Ja, ik heb niet goed geslapen of zo. Ik weet het niet. I don't know.
Het is wel heel lekker om weer mascara op te doen als je lang geen mascara hebt gedragen. Oh, dit is natuurlijk de zwangerschapsvlog, dus dat is hier geen belangrijke info. Oh, en qua aankomen ben ik 0,4 zwaarder, maar dat is denk ik even door de vakantie. Ik denk dat ik dat er wel zo weer af heb. Dus ik denk in feite dat ik zeg maar nog niet per se ben aangekomen. In de vakantie had ik heel even het idee dat ik iets voller werd, maar het komt denk ik echt door de vakantie, dus anders eten. Toch wat slechter eten. Niet heel veel gezwommen, niet heel veel bewogen. De laatste dagen van de vakantie wel bewogen. Gisteren ook weer niks bewogen. Dus meer dat. Maar niet echt dat ik al echt aan het aankomen ben. Nee. Ik denk dat ik dit er eigenlijk zo weer af heb. Als ik normaal eet. Dus ik ben niet aan het afvallen, aan het lijnen. Maar... Dus ik denk dus dat ik nog niet ben aangekomen, zeg maar, in die zin. Door de zwangerschap. 2 maanden preggy dus. 10 uur later, ik kom naar thuis. 6 uur, het was echt een hele goede dag. Heel blij. Ik heb zelfs net getraind na mijn werk. Ik had mijn sportkleren mee, ik was eigenlijk gewoon vergeten. Toen zei mijn collega, ga je mee naar de sportles? Toen zei ik, oh, ik zou gaan trainen. Ik ging geen lesje doen, want ik vind dat echt een lesje die ik niet ken. Nu ik zwanger ben en zo en ik ben heel snel buiten adem. Dus... Maar weer een goede dag gehad. Lekker op werk, goed. Echt wel moeer dan normaal, maar het ging gewoon goed. Dus ik ben heel blij, want daar keek ik heel erg tegenop. Ik vond het heel erg spannend. En ik ben eigenlijk, in de ochtend was ik heel misselijk. En op de fiets dacht ik, ik heb te weinig gegeten. En toen had ik eigenlijk een geroosterde boterham van mijn moeder. En eigenlijk heb ik me de hele dag niet misselijk gevoeld. Nou, dat gebeurt dus bijna nooit. Dus is het toeval? Komt het doordat je gewoon bezig bent? Ik weet niet, maar nu denk ik, nu kan ik helemaal lekker instorten. En ik ben heel blij. Laten we dit volhouden. Dat stelt me zo gerust. Ik was echt een beetje bang. Oké, nu weer vloggen voor de normale vlog. Ik ben wel nu wit, zie ik. Ik ben gewoon moe nu. Ik zie er ook wel moe uit. Maar ik heb het echt prima overleefd allemaal. Jullie willen echt niet weten hoe blij ik ben dat ik me weer mezelf voel. Het is echt erg. Ik was iets te veel gefocust op het slecht voelen. Maar ik vind het zo rot. Lotte stuurde me vanochtend een hele schattige voice memo over Bobby's eerste woordje. Echt liefste ever. Echt zoals je het in een film, een droomscenario zou willen. En ik dacht echt, ik moet toch huilen om het feit dat ik geen leuke reactie kan terugsturen. Ik dacht alleen maar, ik voel me zo niet bubbly en zo niet mezelf. En ik huilde niet, maar ik baalde gewoon, want ik ben bubbly en ik ben blij. Ik ben vrolijk en spontaan. Ik dacht, oh, mijn collega's en ik ben echt een soort zombie. En misschien was het gewoon even een knop omzetten, er niet in blijven hangen. Een andere vriendin zei al, ja, als je steeds zegt dat je moe en misselijk bent, dan gaat het ook niet over. Dat weet ik, maar ik voelde het zo intens, ik kon het niet wegdenken. Dus het zou heel chill zijn als ik nu door de mindset en de afleiding me zo voel. Maar het kan natuurlijk ook, net als op vakantie, mazzel zijn dat dit gewoon weer een dag is dat ik me beter voel. Dat het morgen een drama is. Maar ik ga niet meer zo bang proberen te zijn. Want ik merk dat ik dan daarna ging leven van, wat als ik me slecht voel, wat moet ik dan doen? Ik was gewoon heel erg, niet per se negatief aan het denken, maar meer in rampscenario's aan het denken van, hoe moet ik gaan handelen als? Terwijl je ook gewoon kan denken, ik voel me nu gewoon goed en... niet nadenken over wat als het weer minder goed gaat. En dan los je het toch wel op, weet je. Maar nu even genieten dat ik me goed voel. En nu snel eten, anders word ik misselijk. De eerste echo. Ik ben altijd iemand, zeg maar, ik vind het pas spannend een paar minuten van tevoren. En vanochtend had ik dus... Ik ben echt geen ongezond eter, zoals jullie weten. Ik dacht, ik moet iets eten. En ik had dus een donut gekocht. Voor dat moment waarop ik weet dat ik gewoon even niks wegkrijg. Dat gaat er dan dus nu wel in. Maar ik kreeg buikpijn daarna. Ik weet niet of het de zenuwbuikpijn was. Of door die gore donut. Maar echt op de wc helemaal last van mijn buik. En toen dacht ik, ja, ik moet eraf. Want ik moet op tijd bij mijn echo zijn. Maar ik heb dus nog steeds buikpijn. En dan ben ik ook nog eens zenuwachtig. Waar ik ook altijd al buikpijn van krijg. Maar ik wil daar niet naar de wc. Want als ik naar de wc ga, ga ik ook plassen. En je moet een volle blaas hebben. En ik heb nog niet eens echt een volle blaas. Dus ik moet daar ook nog snel water gaan drinken. Want ik heb nu alleen dit flesje water op en mijn blaas zit helemaal niet vol. Ik ben wel heel zenuwachtig nu, merk ik. Het is niet dat ik er zin in heb. Ik ben gewoon echt wel heel erg nerveus. Omdat je gewoon dit... Ja, ik denk dat ik dit... Ja, misschien is dit niet de spannendste echo. Maar voor nu is dit voor mij de spannendste echo. Nu ga je horen of je kindje überhaupt leeft. En of het dus in de baarmoeder zit. Een hartje heeft. Geen lege vruchtzak is. Dat soort dingen. Maar ik moet echt naar de wc. Ik heb echt heel veel buikpijn. Heel zenuwachtig ineens. Maar dan heb ik altijd 10 minuten van tevoren word ik helemaal nerveus. Nog 3 minuten.
En vandaag ben ik ook, op mijn werk is het heel goed gegaan, 2 dagen, maar vandaag ben ik echt er helemaal kapot. Heel moe. En ik moet dus helemaal een uur rijden naar Zoetermeer. Dus dat wel, als je dan inderdaad buikpijn hebt of zo, ja, je moet weg, want anders ben je te laat. Nou, ik heb mijn camera mee, ik ga het dus proberen te filmen. Ik vind het heel spannend, wat een rare route. Oh, zo, oké. Okay. Even kijken, ik heb een jurk aan, dus hoe moet ik dat dan doen? Gelukkig ook. En dan het broekje omhoog. Uit. En dan ga ik jou even inpakken. Zie je. Oh, ik vind het echt heel spannend dit. Ziet er al wat? Ja, oké. Okay. Zeker. Dan moet je nog een mond zien. Oh, echt? Heb ik al gezien. Super raar, hè? Nou, eens even kijken. Hier zou het er zijn. Die holte, dat zwarte, dat is de binnenkant van de baarmoeder. Het zwarte is allemaal vruchtwater en erin drijft zo'n mooi wit rondje. En in het midden zie je een stukje van de baarmoeder. Oh ja. En dat is het hartje. Ik zie nog geen baby voor me, ik zie nog een soort van kikker. Maar dat komt nog. We beginnen ook als kikkervisjes, hè? Dus dat is helemaal correct. Dit is het hoofdje, het end, is het lijfje. Oh ja. Wel grappig dat ik nu ook weet waar het zit door jou, waar jij hem houdt. En ik zat steeds van, waar zit het nou precies? Nou, het zit hier, maar ook wel wat verder nog onder het schaambordje. En je ziet hier hoe je baarmoeder tegen je blaas aanleunt. En omdat je blaas een beetje gevuld is, wordt je baarmoeder wat omhoog geduwd. Anders zou ik nog verder naar beneden hebben en dan is het lastiger in beeld krijgen. Ik heb bij jou ook nog een heel klein beetje die darmen eroverheen, vandaar dat het toch nog even wel wat, hè, wat dieper weg is. Het is toch ook, als je vet op je buik hebt, moet je toch ook dieper lijken? Zeker. Is dat bovenste vet? Welk bovenste? Dit? Ja. Nee, dit is door je buiklaag. Dat is inderdaad. Dat is toch grappig. Ik bedoel dat nooit zo specifiek bij naam, maar dit is het laag. De buiklaag. En hier zo heb je denk ik een vleesboompje zitten op je buik. Echt? Ja. En dat is? Ja. De vorm van je baarmoeder. Je baarmoeder is een spier. En in de spier, net als dat je op je huid af en toe een bobbeltje of een moedervlekje of een uitstulpinkje hebt, kan je dat soms in je baarmoeder ook wel hebben. En dat is eigenlijk gewoon een verzameling spiercellen die dus wat groter is. Dat is een verdomme hoofd. Vleesboom. Ik vind dat een heel vies woord, maar is dat niet zo erg? Nou, dat hebben heel veel vrouwen. Maar ja, goed, dat weet je niet voordat je naar binnen kunt doen. Wat wel zo is, is dat buiten een zwangerschap zijn het vaak hele kleintjes. En omdat je baarmoeder extra bloed krijgt in de zwangerschap, gaat ook dat wat extra groeien. Wat goed is om te weten, is dat hij gewoon, hij zit bovenop. Dus helemaal niet in de buurt van de uitgang. Dus het is verder helemaal geen enkele belemmering. Wat wel zo kan zijn, is als je baarmoeder straks groot is, hè, en je voelt hem echt, dan kan er soms dat bloedje bovenop. Ja, geen tweeling. Ik wou net zeggen, andere leuk nieuws is dat het gewoon inderdaad keurig die zwangerschap in de baarmoeder aanwezig is, dat er 1 vruchtzakje met 1 kindje in zit. 18 mm, dus het komt inderdaad overeen met net iets meer dan 8 weken. Dus dat komt vrij aardig. En dan kom je in de, nou ja, ongeveer 8 weken, zo'n beetje. 8 weken. Ongeveer. Hallo. Alles is goed. Ik kan ook daar bij je. Hey. Hoi. Alles is goed. Je bent ook geweest? Ja. Oh, geweldig. geweldig. Schattig. Het kan ook op jouw verjaardag geboren worden, want de datum is nu ongeveer 8 april. Oké, supergezellig. Kloppie, geweldig. Ja. Ja, helemaal goed. We bellen jullie als eerste. Uit. Ja, het is wel fijn. En het is geen tweeling. Alles is goed. Is alles goed? Ja. Echt? Wauw. Je bent natuurlijk ook een heel gezond meisje, hè? Ja, gewoon, het is gewoon goed. Gewoon, het leeft. Het zit op de goede plek. Ja, en de datum is dan voor nu 8 april. Maar de volgende keer wordt de datum precies berekend. Oh. Prachtig zeg. Ja. Jeetje. Hé, hey, maar dat is dan geen stier, hè? Nee, een ram. Oh, ja. Leuk zeg. Leuk schat. Je straalt ook helemaal. Ja, het is gewoon fijn dat hij weet dat het nu echt is.
Jeetje. Ik heb gewoon het gevoel dat het goed zit. Dat heb ik al vanaf het begin gehad. Dus ja. Ja, ik voelde zelfs dat het gelukt was. Ja, precies. Ik voel heel erg altijd alles in mijn lichaam. Dus daar vertrouw ik wel op. Ja, dus dat bedoel ik. Je hebt zo goed contact met je lichaam. Nou, gefeliciteerd man en vrouw, vader en moeder. Ja? Nou, alles is goed. Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen wat ik voel. Ik moest niet huilen. Het is, ik ben iemand. Ik zeg natuurlijk snel, ik ben moe, dit en dat. Maar ik voel mijn lichaam gewoon heel goed. Dus ik voelde aan alles. Er zit gewoon één kindje in mijn buik en die leeft en die zit goed. Ik voelde het gewoon. Natuurlijk is het spannend, want je weet niet of je op jezelf kan vertrouwen. Je hebt het nog nooit meegemaakt. Maar ik was niet verbaasd dat het goed was. Dus het was, ik weet niet. Ik denk voor heel is het nog meer van, oh ja, het is nu dus echt en zo. Want die voelt natuurlijk niks in zijn lichaam, maar... Ja, ik ben gewoon wel heel blij, merk ik. Ik zie ook aan mezelf, ik ben helemaal wakker en ja, ik ben heel blij. Maar het is meer zo van, oké, en nu? Ja, dan nu ben ik ben gewoon zwanger en het is gewoon goed. Ik weet niet dat ik moet huilen. Helemaal niet. En de echo is echt super. Ik dacht dat het een heel dik spul was, maar het is super dun. En ja, wat zie je nou eigenlijk? Ik ben dus wel heel benieuwd naar die soort Ramsey-methode of zo. Als je dan je echo naar sommige mensen stuurt, dan kunnen ze dus raden of de jongen of een meisje wordt. En dat is dan 80% accurate, zeg maar. Dus het leek me wel heel grappig om gewoon zo'n test te doen. Dat ik gewoon bij 10 soorten van dat soort mensen bijvoorbeeld het ga opsturen. Om gewoon te kijken. Stel iedereen zegt jongen. Ja. Dan, als je weet, alsnog niet zeker. Maar goed. We hebben dus volgende week weer een afspraak voor de intake. En de week erna is dan al de termijn echo. Dus dat is heel snel. En dan gaan ze echt de datum bepalen. De datum is voor nu. Vond wel leuk dat ze het zei. 8 april. Dus dan ben ik dus niet 8 plus 5, maar 8 plus 2. Dus ik weet ook niet of ik nou nu de app moet aanhouden of... Ik denk dat ik nu dat van haar ga aanhouden, maar het kan dus nog veranderen. Maar ik vind het wel heel leuk, mijn schoonmoeder is 10 april jarig. Dus zo'n grote kans dat het op dezelfde datum geboren wordt. En dat is heel grappig, omdat ik ook op dezelfde dag jarig ben als mijn bonusdochter en zo. Dus ja, vind ik heel geinig. Ha zei net al, nou, dan moeten we maar 3 verjaardag in 1 gaan vieren. Ik vind april gewoon een hele leuke maand. Ik vind het leuker als in april komt dan maart, maar... Uiteindelijk boeit het natuurlijk niks. Wel leuk dat het niet een... Oh, het kan natuurlijk op 1 april komen, dat wel. Maar niet bijvoorbeeld schrikkel, februari, dat soort dingen. Ik vind het gewoon een mooie datum. Leuk. Dus ja, 5 was trouwens wel een mooie datum. Want dan was het dus 5-4-25. Ja, nou, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen filmen ook voor jullie. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Ik probeer echt alles vast te leggen. En die vrouw was heel chill. Ik hou van dat soort types. Niet van die... Van die, gewoon een chille vrouw, zeg maar. Weet je wel, niet van die, oh, gaat het? Zo van, weet je wel, dat neppig of zo. Kan ik dat volgende keer wel, weet je niet. Maar ik hou van dit soort types. Gewoon lekker een normale vrouw. Heerlijk. En vragen gesteld, hoeven geen zorgen te maken over toxoplasma. Zegt ze, dat is echt alleen bij kittens. En je kat komt niet buiten, maakt niet uit. Kan go jumpen, inderdaad, beter niet doen. Niet eens per se alleen vanwege het springen. Maar ook echt vanwege die hartslag die omhoog gaat. Zumba zou je wel kunnen doen als je niet te erg uitgeput raakt. Hip thrust kan nu nog. Maar uiteindelijk gaat dat gewoon pijn doen met je buik. Buikspieroefeningen tot week 16. Daarna stoppen. Dan gaan je buikspieren ook naar de zijkant. Verder doe lekker nog je krachttraining. Dus eigenlijk doe ik alles goed. En daar ben ik heel blij om. En ik voel me nu ja, wel heel blij. En leuk. En, maar het is meer van oké. En nu? Ja, nu gaat je leven alsnog gewoon verder. Het is niet alsof je een huis hebt gekocht en nu elke dag gaat klussen. Je bent gewoon zwanger en je leven gaat nu gewoon door. Maar het gaat dus wel echt gebeuren. En ik heb gewoon het gevoel dat het goed gaat en dat het niet misgaat. Dat gevoel heb ik gewoon. En ik vertrouw heel erg wel op mijn gevoel qua dat. Oké. Ik denk dat we zaterdag aan de bonusdochter gaan vertellen. Ik zie haar vandaag ook, maar we vinden het wel fijn om het te vertellen als ze zeg maar echt een heel weekend bij haar is. Zodat ze dus ook echt even het goed lekker kan verwerken met ons en niet een paar uur later weer weg moet. Hoewel ik het echt zo graag nu zou willen vertellen. Maar goed, I'm happy. Hallo. Hallo jongens, ik ben vandaag 8 plus 4. Ik ben zo misselijk, ik kan die kattenbak echt niet aan. Mijn moeder bood aan om na de sportlesje even langs te komen om het te doen. Dus die komt er nu aan. Daar ben ik zo blij mee, want... Oh, ik kan niet opbrengen. Ik vind het zo vies te gebruiken. Ja, we hadden hem ook daarin kunnen legen, maar je had hem er al afgehaald. Maar ik kan toch nu gewoon die kattenbak erin doen? Dat er binnen nee, kan... dat gaat vanzelf uit de zak. Wat? Het gaat automatisch. Doe maar helemaal dicht. Maar dan kan ik hem toch nu terug doen? Dat is toch zonde van de zak? Ja, maar past de hele inhoud erin? Dat weet ik niet. Soms overstroomt het. Doe maar niet. Hoe groot het is? Nee, doe maar een nieuwe zak even. Maar het ruikt gewoon nooit van grip nog. Ja, maar het ruikt zo erg naar poep.
Nee hoor, het gaat hartstikke terug. Dat is echt onzin wat je zegt. Er zit ook niks in. Je kan er zo overheen. Nee, het zit op de bodem geplakt. Ik ruik het. Ik ruik het in mijn hele huis. Echt niet. Starting to wash them up. Nou, dat was fijn dat mama dat even kan doen. Ik trek die katten ook echt niet. En verder is vandaag een leuke dag, want vandaag gaan we het vertellen aan mijn bonusdochter, dus de allerbelangrijkste persoon. En aan twee vrienden vanuit Hillskant. En de laatste keer dat ik het dus aan iemand heb verteld is mijn vader, dus het is echt alweer een maand geleden. Dus ik heb er heel veel zin in. Ook al heb ik heel weinig zin in überhaupt dingen. Ik ben echt niet bubbly of zo. Echt niks boeit me, maar hier heb ik wel zin in. Dat is fijn. En ik ga nu een broodje eten met hummus. Ik loop dan in de winkel en ik vind echt alles smerig. Alles. En dan kijk ik gewoon tot ik iets zie waarvan ik denk dat wil ik. En dat was gisteren dus wit brood met hummus. Niet heel gezond wit brood, maar hummus is gelukkig nog wel eiwit en zo. Want ik eet heel weinig eiwit. Alleen ik vind de knoflook erin niet zo chill. Dus ik zou eigenlijk een hummus moeten hebben die dan wat minder knoflook bevat. Dit is van Maza. Maar dat was gisteren en vandaag... Is dat nu weer het enige waar ik zin in heb. Maar het is heel lastig met boodschappen. En ook als andere mensen eten voor je willen halen. Waar je trek in hebt. Want het verandert echt met de dag. Ik heb alweer een week geen kiwi bijvoorbeeld gegeten. Terwijl ik dacht kiwi is helemaal mijn ding. Dat zou ik wel kunnen eten hoor. Maar ik heb er niet zoveel zin in ofzo. Maar dan is het weer broodje roomkaas. Nu doe ik er dus heel veel sla op. Want ik eet echt bijna geen groente. Omdat ik groente zo vies vind. Nu dacht ik net. Oh, ik heb zin in komkommer of tomaat op mijn brood. Maar dat heb ik dus niet in huis. Omdat ik het vies vind. Dus nu ga ik dit eten. Het ziet eruit als heel veel, maar het zijn gewoon die kleine witte puntjes en heel veel sla opgegooid. Zodat ik iets van vitamine heb, wat niet uit fruit komt. Dus ja, en jullie zien natuurlijk in de vertel video hoe het vertellen ging. Dan was dit weer even een mini-update.